Jolande Boerhof van het Agora Theater. Goedemorgen. Goeie vrijdag. Goedemorgen, heren. Goeie vrijdag ook, ja. Goeie vrijdag. Aandacht voor de Pasen. Ja, we beginnen al gewoon op Goede Vrijdag. En je had het net over muziek. Nou, ja. Mooie aanhaken voor vanavond. Wat is nou jouw guilty pleasure? Sommieus geen guilty pleasure? Nee, dat is gewoon topmuziek. Qua muziek, guilty pleasure? Oh ja, dat is het. Ja, ik hou wel van een beetje meelallen, een beetje meeschreeuwen. Ja, dat heb ik ook wel. André Hazes. Ja, maar dat is ook weer niet echt een guilty pleasure. Dat is gewoon eigenlijk ook wel weer topmuziek. Maar ik vind het ook. Ik ben een keer naar een concert van Gerard Joling geweest. Toen in de Ziggo of zoiets. Of die bierbunker, hoe heet dat. Ik heb de hele avond mee staan te galmen. Ja. Ben je ook het type toppers? Dat je dan mee bletten met de toppers? Vind ik heerlijk. Gewoon ook. Al die dingetjes. En daar ben ik ook één keer geweest. Maar ik zie ook hoe de mensen daarop reageren. En dat ze dat gewoon leuk vinden. Wat is jouw guilty... Qua muziek, hè? Ja, ik was al bang, hè? Ik denk, ik stel de vraag. Je hebt het voorbereid. Ook. En ik denk, ik ben ontsnapt, maar dan kom je alsnog last minute. Oh ja, dan ga ik in dat ook echt fout. Dan ga je terug naar je jeugd, Nico Haak of zoiets. Ja. Of bij spreken Rick Ashley, waar je dan echt in de keuken een giga uit je dak op staat te gaan. Ja. En mensen kijk je aan van... Maar zet Nico Haak en Foxy Foxhot op. En 3/4 van de mensen zingt het mee, hè? Dat bedoel ik. Ja. Ik hou het nog steeds, hoor. En Honky Tonky Pianissie op Machinesappelkissie. Die teksten worden niet meer gemaakt tegenwoordig. Nee. Zijn misschien ook wel redenen voor, maar dat maakt helemaal niet uit. Of de Havenzangers. Ja. Dat is ook wel weer goed voor mijn Buma. Dat is weer goed voor jou. Nou, ik heb toevallig morgen bij een andere zender een spelletje op de radio. Oh ja. En daar komen ze weer in voor. Oh, dat zit ik denk, ik zal je even bellen. Nou, die vraag die is nog vrij lastig, kan ik je wel melden hoor. De oorsprong. Maar goed. Nee, maar waarom zeg ik dat nou? Waarom stelt ik die vraag? We zijn anderhalf minuut verder. Nou, vanavond hebben wij de Guilty Pleasures van Radio 538 bij ons in het theater. Oh, leuk. Dat is zeg maar net een beetje ook nog even uit je dak gaan aflopen met een afterparty. Maar gewoon alle Guilty Pleasures komen. En ik denk geen Nico Haak. Nee. Maar eigenlijk wel heel veel andere Guilty Pleasures van mensen. Ja, Modern Talking. Bee Gees. Oh, dat soort dingen. Oh ja, Bee Gees. Abba. Ongetwijfeld. Ja, die hadden we gisteravond. Ja, ik weet, is dat nou een Guilty Pleasure? Ja, denk het wel. En Kylie Minogue met de Locomotion. Oh ja. Voor de tijd dat ze echt goede muziek ging Jason maken. Jason Donovan. Ja, nee. Maar ik denk zo kunnen we wel een uurtje doorgaan. Zo kunnen we inderdaad gewoon weer doorgaan. Thuis zitten er ook een hoop mensen te denken. En dat doen ze vanavond ook iets van anderhalf uur heerlijk uit je dak gaan. Plus nog een afterparty erbij met allemaal dit soort hele foute guilty pleasures. Een guilty afterparty. Een guilty afterparty. Ja, dat zijn voelt van die nog weer guilty after the party. Whatever happens in de Agora, stays in de Agora. Stays at the Agora. Absoluut. Oké, dat is vanavond. Hebben we dat gehad? Dan gaan we gewoon morgenavond gaan we eigenlijk gewoon naar Rotterdam. Naar Richard Groenendijk. Oh, ook leuk. En Rotterdam komt onze kant op, zeg maar, om alle verwarringen te voorkomen. Het is niet hij zal het er wel weer over hebben. Dat hele pleuren zijn ze hier naartoe. Waarschijnlijk. Zijn daar nog kaartjes voor trouwens? Nou, hier gaat het echt om de laatste paar kaarten. Want ik zag hem van de week op de Twitter dat hij ergens voor een zaal stond. En dat was niet zo heel erg uitverkocht. Oh, dan kan hij morgenavond een plaatje plaatsen van dat er bijna geen lege stoel te zien is. Oh, dat is leuk. Ja, nee. Nog de laatste paar rijen boven op het balkon. Er zijn nog een paar plekken. Okay. Moet je me eigenlijk even opmerkzaam op maken? Van, je hebt van de week een foto geplaatst met een bijna lege zaal. Plaats dan nu even een foto met bijna volle zaal. Lelystad, die is gewoon uitverkocht. Absoluut. Lelystad trekt almas publiek voor Richard Groenendijk. Wordt een gezellige, leuke is ook leuk. Is lachweldig. Ja. Ja. En verder. Nou ja, je maakt weer. Je bent vandaag van de mooie bruggetjes aanhoudt. Hoezo? Lachen. Oh ja. En daarna gaan we lachen met John van Eert. Nou, die is volgende week ook hier. Ja, dat hoorde ik ja. Dat wordt leuk. Ja. Nou. Graag gezien de gast bij ons in de uitzending. En hij komt ook graag. En het is een ongelooflijke sympathieke, aardige man. En volgende week dinsdag komt zijn typetje Harry. Harry Vermeulen, hè? Harry Vermeulen komt weer terug ook naar Agora. En, dat is eigenlijk een collega van jou, hè? Harry Vermeulen. Dat is vernoemd naar een theaterdirecteur. Huh? Dat is de beroemde Harry Vermeulen. Al zijn typetjes heet Harry Vermeulen. Vernoemd naar een theaterdirecteur. Volgens mij was het de oude theaterdirecteur van Gouda. Oké. Okay. Dus niet die nu is, maar die geweest is. Die ook dinsdag bij ons in de uitzending? Harry Vermeulen? Nee, ja, nou ja. Harry Vermeulen. Jong van Eert. Ja. Dat is dinsdag. En in de avond. S'avonds staat hij weer. Wat een gezelligheid. Ja. Gewoon heerlijk. Hij gaat even. Wat een samenwerking dan ook. Nou, je wist het niet, maar we hebben lekker samengewerkt. En ook daar zijn nog enkele kaarten voor verkrijgbaar. Ja, daar zijn nog iets meer dan enkele kaarten voor. Je kan nog gewoon lekker bij ons beneden in de zaal zitten. Oh, wat gezellig. Dus mensen komen vooral onze kant op. Hopelijk neemt u de goede deur, want hij neemt er altijd een stuk of 7 mee. Ja, en dan kun je heel goed doorheen draaien. De echte theater van de lach. Gevoelens komen weer terug. Ja. En dan hebben we nog muziek. En dan niet in de kader van de foute muziek. Veldhuis en Kemper. Mooi. Natuurlijk met hun beschouwingen, hun verhaal, kleinkunst. Ja. Maar ook prachtige liedjes komen weer bij. Remco en Richard. Wat een mooi programma hebben jullie de komende dagen. Ja, ja en dan gooi ik hem toch nog even voor volgende week vrijdag. Die hadden jullie in het licht. Oh ja. Ja, en hier een indrukwekkend optreden al. Heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien.
Ja, heel mooi nummer. Ja, het is echt fantastisch, ja. En de voorstelling is ook ongelooflijk indrukwekkend. Ik hoor ook al dat... Lisse Knapen, hè, was bij ons, ja. Voor de tweede keer er naartoe gaan, omdat het gewoon de voorstelling hun zo raakt. Ja. Ja. Dus die kan ik voor volgende week vrijdag nog van harte aanbevelen. Lisse Knapen met In het licht naar het boek van Karin Bloemen... Ja. Hè, over de mishandelingen in haar jeugd. Dat je toch altijd nog een Karin Bloemen kunt worden. Ja, en gewoon veerkracht dus. Ja. En pas als je zwijgt en je kop laat hangen, dan heeft iemand gewonnen. Ja. En anders win jij. Prachtige muziek erbij. Absoluut. Vond ik heel erg mooi ook. Ja. Goed, dat was het voor nu, hè? Dat is het. Dank je. Over Guilty Pleasures gesproken, we hebben er nog eentje voor je. Oh. Dank je wel, Jolanda.